Kijkers, van harte goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. De onderwerpen in Focus. Diaspora seminar moet leiden tot duurzame samenwerking. Suriname ontvangt partij medicamenten uit India. Uitreiking bereidt verklaringen mijlpaal voor Stichting Wang Okasi. En financiële educatie minibeurs moet leiden tot economische groei. Duurzame samenwerking tussen de lokale Surinamers en Surinamers in diaspora. Dit is wat het Diaspora Instituut Nederland, DIN, beoogt met het grootste diaspora-seminar, welke zij op 21 augustus in samenwerking met de Tapto Groep NV organiseert. Uit het seminar moeten voorstellen voortvloeien voor een nationaal en integraal diaspora-beleid. DIN-voorzitter John Brewster zegt dat het nu meer dan ooit tijd hiervoor is. De organisatie heeft in de Tapto Groep NV een goede partner gevonden. Brewster en Winston Wilson, senior partner van Tapto Groep, gaan nader in op het belang van het Diaspora Seminar. De reden waarom Diaspora Instituut Nederland seminar 21 augustus organiseert, is omdat wij in dialoog willen met de Surinaamse gemeenschap. Er heerst een soort dubbele sentiment. Aan de ene kant wordt er geroepen, zoals de president heeft aangegeven, Suriname moeten we met 1 miljoen mensen ontwikkelen. Maar je merkt dat het idee nog niet geland is in de samenleving. Er is een soort sentiment dat men denkt van nou, laten we even kijken wat er gebeurt. Gaan ze weer komen uitleggen wat wij hier moeten doen. En daarom willen we even in een gesprek gaan, met wat bedoel ik dan Diaspora Instituut Nederland, wil ik dan in gesprek gaan om gewoon een open dialoog te hebben met de samenleving, om te praten, maar ook om helderheid te verschaffen waarvoor wij wel zijn en niet. Want er heerst ook natuurlijk een gedachte dat de Diaspora Instituut Nederland met fresh capital, of in ieder geval grote kapitalen hier zouden komen. Dat klopt. Maar dat is niet waarvoor wij zijn opgericht. De Diaspora Instituut is opgericht om kennis en kunde te migreren. Dus wij verzamelen alle kennis en alle kunde en wij weten precies waar de kennis zit. En we zorgen ervoor dat investeerders in Nederland en de rest van de wereld geïnteresseerd raken om hier in Suriname te komen investeren. Nou, voor mij was dat een logische huwelijk, als ik dat zo mag zeggen. Wij zochten al tijden een focal point in Suriname. En we hebben ook aangegeven, de nieuwe Diaspora Instituut Nederland, die wil echt de public-private partnership aangaan en stimuleren. En in dat geval zijn we elkaar tegengekomen en hebben we gezegd van nou laten we even kijken hoe we een samenwerking kunnen aangaan. Ja, absoluut. Ik ben zelf ook diaspora. Ik heb 25 jaar in Nederland gestudeerd, gewoond en gewerkt. En een belangrijk onderdeel, ik ben zelf ook bestuurskundige, de heer Brewster is ook bestuurskundige. En we weten beide hoe belangrijk beleid is. Wat ik heel erg belangrijk vond als persoon en als professional, is het betrekken van het bedrijfsleven. Het gaat om het versterken van het bedrijfsleven, om zo groei en ontwikkeling te brengen. Niet alleen voor onze jongeren, maar voor het gehele land. Want we moeten meer gaan produceren met z'n allen. En zoals de heer Brewster zei, dat kan je doen met een groter aantal mensen. Kan je meer produceren, meer volume bereiken. Dus een diaspora engagement policy, een beleid om de diaspora te betrekken, is heel belangrijk. Suriname is een van de weinige landen in de wereld die nog geen diaspora engagement policy heeft. We zijn ook maar recent begonnen met onze diaspora voetballers bijvoorbeeld. Terwijl Messi en anderen al heel lang voor hun land uitkomen. Dus dat een engagement policy om zo de basis goed neer te leggen is heel belangrijk. Want je gaat geen diaspora krijgen om te investeren in Suriname of kennis en kunde beschikbaar te stellen voor Suriname als bepaalde zaken nog steeds niet geregeld zijn. Dus die bouwstenen om de zaken goed geregeld te krijgen en om van daaruit te bouwen, dat vinden wij als bedrijfslevenactor heel belangrijk. Maar daarnaast is er ook aangegeven dat de focus gaat zijn op diaspora diplomatie.
En dat vinden we nog belangrijker dan alleen capital. Want je kan nog zoveel geld hebben als je wil. Als je niet de juiste kennis en kunde aan boord hebt, dan wordt het toch een rommeltje. En dat doet men in veel landen in Afrika, de grondstoffenvloek. Ze hebben daar een grondstoffenvloek. Ze hebben zoveel goud, diamanten en olie, maar ze zijn straatarm. En dezelfde uitdaging hebben we hier in Suriname ook. En samen zeggen wij met het Diaspora Instituut Nederland en het bedrijfsleven van Suriname, samen kijken wat nodig is in Suriname en hoe we samen mooie projecten kunnen neerzetten, waarbij er al een paar beleidsvelden zijn geïdentificeerd, zoals onderwijs, wat ik zelf ook heel belangrijk vind, maar ook capaciteitsbuilding, waar we het net over hadden, wat heel belangrijk is. En daar zijn we elkaar tegengekomen. Daar zijn er raakvlakken tussen de missie, visie, doelstellingen van onze organisatie en de missie, visie en doelstelling van Diaspora Instituut Nederland. En als diaspora praten we elkaars taal en dragen we graag ons steentje bij aan een beter Suriname. De Republiek India heeft een partij medicamenten aan Suriname doen toekomen. De schenking was in juni dit jaar door president Draupadi Murmu toegezegd tijdens haar staatsbezoek aan Suriname. De geste is op maandag 7 augustus symbolisch door president Santokhi in ontvangst genomen. Het staatshoofd heeft eerder aangegeven dat hiermee in de medicijnbehoefte in Suriname voorzien wordt. Er ligt ook een medicijnfabriek in de planning. In het kader van de relatie tussen Suriname en India hebben wij dus, zijn we in de gelegenheid gesteld om in ieder geval in het kader van een aantal projecten een verzoek te doen aan de Indiase overheid om ondersteund te worden op het gebied van medicamentenvoorziening. En dit is een project, het is geen structurele oplossing, maar het is een grant zoals ze dat noemen. En Suriname heeft dus eigenlijk op basis van de noodzaak een lijst opgemaakt van ongeveer 22 medicamenten, met name die in de eerste lijn zorg worden gebruikt en dat ingediend. De Indiase overheid heeft daar goedkeuring aan gegeven en er is een traject geweest van voorbereiding, overleg tussen instituten en uiteindelijk hebben wij dus 2 weken terug de medicijnen ontvangen en wij het BGVS met als logistieke organisatie hebben wij dus de medicamenten. Het zijn met name medicamenten in de eerste lijn zorg, dus wat antibiotica en hoge bloeddruk medicamenten en andere noodzakelijke preparaten. Nou, er is gekeken naar, als we kijken naar de consumptie, dus het gebruik, dan schatten wij dat minimaal een jaar voor degenen die daar behoefte gaan zijn. Let wel, er zijn structuren waarmee we rekening moeten houden. We hebben een medicamentenvoorziening die regulier loopt. We hebben ook de privé-importeurs, de particuliere importeurs die ook middelen brengen. En we hebben dus dit als een relief gehad, een emergency relief, om eigenlijk aan degenen te verstrekken die daar behoefte gaan zijn en het niet kunnen permitteren om aan bepaalde medicamenten te komen. Dus er is nog hier na dit traject een veel breder plan om uitgewerkt te worden. Dat hebben we al zo'n beetje in draft, waarbij we de distributie nu gaan organiseren en gaan identificeren welke die kwetsbare groep is die in aanmerking komt voor deze medicijnen. Je moet het niet zo zien dat het gewoon gratis of zo op te halen is ergens. Zo werkt het niet met medicijnen. Medicijnen zijn middelen die ons helpen de gezondheid te verbeteren of je van ziekte te genezen. En er zal een goede, er is bij de instellingen een bekendheid over wie allemaal kwetsbaar zijn, welke mensen daar behoefte aan hebben. En dan zullen we dus met de instellingen wat afspraken maken hierover. Dit zijn allemaal medicijnen, dus zoals ik eerder heb aangegeven, door ons gevraagd. Dus het zijn medicamenten die bij ons gangbaar zijn en bekend zijn bij de doktoren. Het zijn geen onbekende middelen, het zijn gewoon de bekende middelen die in Suriname gangbaar zijn. Nou, er zijn uiteenlopende vervaldata, maar minstens 2 tot 3 jaar vervaldata. Het zijn, zoals de ambassadeur net heeft aangegeven, zelfs heel vers geproduceerde medicamenten. Dus het zijn vrij nieuwe medicamenten en de vervaldata die lopen zeker tot minimaal 2 jaar hierna. Een
Een aantal leden van de stichting Wang Okasi heeft op 21 juli een bereidverklaring voor een stuk grond ontvangen. Een mijlpaal welke mogelijk werd gemaakt door president Santokki. Dit was voor zowel de organisatie als voor de gelukkige leden die in aanmerking zijn gekomen voor een bereidverklaring een prachtig moment. De communicatiedienst Suriname sprak de voorzitter van Wang Okasi, Anil Kunchbihari. Het is namelijk zo dat we tijdens het vorig jaar begonnen waren met het proces. Maar helaas is het gaan sluiten omdat in feite de man die ons opgehaald en deze de adviseur, een van die adviseurs, gewoon heeft laten liggen. Dus tijdens het onderhoud met de president in maart in verband met zijn dialoog is dit toen aan de orde geweest. Ik heb dit weer met hem besproken. En we moesten toen een lijst voor hem sturen, een namenlijst, wat ook gebeurd is. En vanaf toen is dat weer in gang gebracht. En een paar maanden daarna hebben wij dus de bereidverklaringen in ontvang kunnen krijgen voor de leden. Hoe is het eindelijk aan toegegaan. Oké, en wat is de update daarvan nu? Is men al in staat om iets op die gronden te doen? Of krijgt men ondersteuning nog daarin van het kabinet of van een of andere organisatie? Nee, dus we zijn nu in die fase om de stukken in orde te maken. We krijgen 6 maanden toch om de perceelkaart aan te maken en alle andere dingen. Dus met het proces zijn wij nu bezig. Ik kom net van de landmeter om de perceelkaart aan te maken. Dus daarmee zijn we bezig en daarna gaan we kijken om naar de derde fase te gaan of tweede fase te gaan. En dan moeten we nog horen wat willen de mensen eigenlijk gaan doen. Wie wil gaan bouwen, hoe groot en hoe klein of waarom. En dan kunnen we misschien gaan kijken, kunnen we met een bedrijf gaan praten om wat korting kunnen krijgen. Oké, u praat over korting, maar ook de landmeter kost heel veel geld, toch? Dus dat bedoel ik van, krijgt u daarin ook nog ondersteuning of is dat geheel voor de stichting losgelaten? Nee, we krijgen daarin geen ondersteuning van het kabinet. We hebben dus wel het initiatief zelf genomen om een landmeter te contacten. En hij was bereid om een stevige korting te geven. Normaliter kostte een kaart om te maken rond 125 US. Maar in deze mochten de mensen een symbolisch bedrag van 130 betalen om een perceelkaart te maken. Oh, oké, okay. Dat is mooi. Best wel meegenomen voor de groep. Ja, helemaal. Dat is wel mooi. En hoe zit het met andere leden? Want ik heb begrepen dat merendeels jongeren dat hebben gekregen voor het opzetten van een onderneming. Is dat ook werkelijk hun plannen? Ja, dus er is een deel die een kleine onderneming hebben die graag willen uitbreiden. Maar ja, omdat zij inwonen bij anderen, kunnen ze het uitbreiden. Dus nu is het een gelegenheid om een onderneming verder uit te breiden. En dan heb je weer een andere groep jongeren die hun leefomstandigheden best wel slecht is. En krijgen ze nu ook de mogelijkheid om een eigen stukje te hebben om het te doen. De Centrale Bank van Suriname heeft in het afgelopen weekend een financiële educatie-minibeurs georganiseerd. Deze activiteit vond plaats bij de University of Applied Sciences and Technology Suriname, UNASAT. Het doel hiervan was om de samenleving beter de zaken in de financiële wereld te doen begrijpen en economische groei te stimuleren. Het evenement waarbij actoren uit de financiële sector, maatschappelijke groeperingen en onderwijsinstellingen betrokken waren, werd geopend door de governor van de Centrale Bank, Maurice Roemer. Deze bijeenkomst is een heel inspirerende bijeenkomst waar wij zullen focussen op financiële educatie en financiële inclusie. Onze visie
om het bedrijfsleven en ook de samenleving in Suriname te helpen transformeren en zo versnelde economische groei en sociale welvaart te helpen realiseren, wordt versterkt wanneer we kijken naar alle participanten op deze beurs die ook hetzelfde nastreven als de VSB. Financiële educatie en financiële inclusie zijn cruciale pijlers in een transformatieproces waar we gaan richting economische groei. Als bankiersvereniging willen we ook meer doen aan financiële educatie voor volwassenen. Niet iedereen maakt een huishoudbudget. Niet iedereen kan bepalen wat verstandig is om te lenen en wat niet. Niet iedereen weet hoe te verzorgen en te sparen voor een oude dag. En niet iedereen weet wat beleggen is. In dit kader willen we de rol van banken ook wat veranderen, waarin we de adviseur worden van de klanten. Niet dat we producten opdringen, maar dat we samen met de klanten gaan kijken wat past het beste bij de situatie en wat kunnen we de klanten adviseren. Daarnaast zullen we in persoon, maar ook door middel van filmpjes en websites steeds bijdragen aan de financiële educatie van volwassenen. En tenslotte willen we ook bijdragen aan de financiële educatie van professionals. Ook daar is werk te doen. We zijn nu bezig met een programma samen met ADEC en Erasmus, waarin we een master in finance en een postmaster in registercontrolling gaan opzetten. Dus belangrijk is dat ook die professionals de volledige pakket van informatie krijgen die noodzakelijk zijn voor de financiële management van ondernemingen. Wat leert u uw kind van huis uit wanneer zij straks in de maatschappij zijn geld verdienen, hoe ze dat gaan besteden? De kracht van manifestatie, waar zit u dat? Want u gaat iets manifesteren. Maar op basis waarvan gaat u manifesteren? Wie bent u? Hebt u zelf leren kennen in het leven? Dat zijn dus essentiële zaken die we toch wel aan de ouders willen meegeven. Want van daaruit beginnen wij en dan komt dit onderwijsproces op gang. Het is altijd thuis waar we beginnen om zaken te leren, een spiegel te zijn, want we spiegelen ons aan onze ouders. Aan onze ouders, eerste 2 jaren. En dat zijn de belangrijkste jaren voor een kind om in de psychologie te praten van wat heb ik allemaal meegekregen. De rest is vorming. Het ligt aan ons als beleidsmakers in het besef dat financiële educatie de motor is tot financiële inclusie, om het beleidskader daartoe te scheppen. Meer dan ooit hebben mensen financiële bewustwording nodig om op basis van hun persoonlijke situatie verantwoorde beslissingen te nemen. Aanwezigen, ik ben er verzekerd van dat deze 2 dagen vruchtbaar zullen zijn om van elkaar te leren, prioriteiten te stellen in ons beleidskader en bovenal dat wij erin mogen slagen de boodschap over een persoonlijk verantwoord financieel beleid over te brengen aan de beursbezoekers. Ik wens u allen succes toe en verklaar hierbij de beurs geopend. Fijne avond. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.